En ik moet zeggen, ik vind het extreem bemoedigend hoe positief jullie de chat gebruiken. Maar er gaat nu een verhaal van Hanneke komen. En weet je wel, de eerste stap is gezet. De teerling is geworpen. Dus wij verwachten nu dat tijdens de presentatie van Hanneke we helemaal bedolven worden onder de chat. Hanneke, succes. Kunnen we even wisselen dan? Ja. Ja, de afgelopen tijd hebben we zelf aardig zitten zoeken bij AMA's van wat voor onderzoeken zijn er nou. We hebben ook een flink aantal onderzoeken zelf uitgevoerd. En een aantal daarvan wil ik jullie even in meenemen. Kort, het is een overzicht wat verder van compleet is. Dus ik heb jullie er ook bij nodig om aan te vullen wanneer jullie zeggen van nou, we hebben ook nog eens iets uitgeprobeerd. Staat hier niet bij. Brandlos. En daar hebben we na de presentatie ook veel ruimte voor. Ik wil eigenlijk beginnen met een bedankje ook vooral aan Huns en Aas. Die zijn ontzettend actief in allerlei methodes toepassen. En het is heel fijn dat wij daar plaatjes en gegevens van kunnen gebruiken. Maar ook van Drenthe Overijsselse Delta, van AMA's en ook andere organisaties komen er onderzoeken voorbij. Dus ik ga even kijken hoe die werkt. Of ik hem, de groene. Nou, even kort de aanleiding. Welke partijen zijn er allemaal bij betrokken? De onderzoeken die gedaan zijn, maar ook wat kan er nog onderzocht worden. Bart, je gaf al een heel mooi voorzetje met geur en geluid. Ik heb nog wel een aantal dingen waar ik benieuwd naar ben of dat misschien al eens gedaan is. Of dat daar interessant is om daar onderzoek voor te gaan doen. En ik heb een Mentimeter klaargezet. De code die staat hier, die wordt waarschijnlijk straks nog even herhaald. En dat zijn een aantal gesloten, maar ook een aantal open vragen aan jullie. Om gewoon eens op te halen, waar worstelen jullie nog meer mee? En misschien kunnen we daar nu hier in het panel antwoord op geven. Vilma die zit daar uiteraard in. En we hebben wederom Sjaak aan tafel zitten, Daverveld. Hij is gisteren op het laatste moment ingevlogen omdat we vanuit corona een andere samenstelling hadden. Maar Sjaak die hoest niet en die weet er heel veel van. Dus fijn dat je erbij kan zijn. Nou, wat is de aanleiding eigenlijk voor al die onderzoeken? Jullie zagen het al, de hoeveelheid bevergraverijen neemt toe. En we moeten daar actief iets mee gaan doen. Wat ik zie in alle onderzoeken die gedaan zijn, de focus ligt met name op detectie. Hoe kunnen we die bevers nou daadwerkelijk vinden, de graverij, omdat ze heel mooi net onder de waterlijn hun hol graven. En op het moment dat je onderhoud je maaimachine op zijn kop in de sloot ligt, dan ben je eigenlijk te laat. Wat wij daar zelf ook in merken, we hadden vorig jaar in het Drongelens Kanaal twee holen ontdekt. Er waren wat verzakkingen en we dachten nou met twee holen, we hebben het gevonden, maar daar bleken er acht te zijn. Dus we zijn ook af en toe heel benieuwd wat hebben we eigenlijk allemaal gemist en wat zit er in die dijk waar we nu ons nog niet bewust van zijn. Maar je ziet ook dat er aandacht is voor inrichting. Vilma die gaf net al een aantal mooie voorbeelden, zoals die basisspecificatie, maar ook de waterschappen waar hij al aan het meedenken is over inrichting. Maar ook hoogwatersituatie. De wiki noodmaatregelen, daar is begin dit jaar zijn er een aantal digitale sessies geweest om te kijken van nou, wat ga je ten tijde van hoogwater? Wat kun je nou doen en welke vragen hebben we? Dus er is aardig wat werksessies, onderzoeken, bijeenkomsten en ja, waar is de behoefte aan? Een overzicht en een kennisdeling. Nou zijn we nu mooi bij elkaar, maar zometeen, die cliffhanger die komt steeds dichterbij. Over een half uur kunnen we daar wat meer over zeggen. De onderste bullet, ja, jullie zien hem nu even niet, maar ik heb hem gelukkig nog in mijn hoofd zitten. Het beverprotocol, wat nu geldig is voor waterschap Rivierenland, maar wat geldt in Gelderland en in Zuid-Holland. Dat is een beverprotocol wat door meerdere waterschappen is opgesteld, waar Rivierenland een actieve trekker in is geweest. Maar waar ook de faunabeheereenheden bij betrokken zijn geweest. Rijkswaterstaat is erbij betrokken geweest. Dus het is een heel brede beverprotocol. Dat wordt nu ook bij de provincie Utrecht en bij de provincie Noord-Holland uitgerold. Of in ieder geval ontdekt of dat ook een optie is voor die provincies. Nou, dat zou heel mooi zijn als je eigenlijk op een gegeven moment richting een landelijk beleid gaat. Hoe gaan we om met de bevers? En wat kunnen wij wel en wat kunnen wij niet doen? Hieronder zie je een paar stokjes die wij voor een beverhol hebben neergezet. Nou, in ons beverprotocol in Brabant staat op dit moment dat je moet kijken, is de beverhol, is de bevergang bewoond? Nou, zet er een paar stokken neer. Dit zijn volgens mij bezemstelen. Blijven ze een aantal dagen staan, dan is er geen beveractiviteit meer. Dan kunnen we rustig gaan afgraven. Maar worden ze afgeknaagd, dan betekent dat het nog een hol is wat bewoond wordt. Nou, dan moeten we daar actiever mee omgaan.
Dit is een plaatje, die heb ik van de Unie van Waterschappen gekregen. Dit is afgelopen jaar voor het eerst in de waterschapsspiegel ingevuld. Hoeveel waterschappen hebben er kosten voor beveractiviteit? Maar hoeveel hebben er ook uren worden er gemaakt, zowel voor watersystemen als voor waterkeringen? En wat je hierin ziet is dat in ieder geval al 12 waterschappen die maken al uren voor de beveractiviteiten. Maar er staan bijvoorbeeld ook 3 waterschappen op 0, waarvan ik ook weet dat die best wel heel actief zijn in preventiemaatregelen en in onderzoeken. Maar wat ik hier vooral mee wil aantonen is dat er gewoon heel veel waterschappen al actief over nadenken. Nou, dat zegt ook het feit dat hier 70 mensen aanwezig zijn. Het leeft en dat vind ik heel positief, dat we er actief over nadenken. Nou, de partijen die actief een rol spelen in onderzoeken doen. Nou, waterschappen doen veel onderzoeken, ondersteund door de Unie en de STOA. Maar ook Rijkswaterstaat doet veel onderzoeken. Je merkt ook hoe meer problemen ze hebben in het veld, hoe actiever er gezocht wordt naar opsporingsmethodes en methodes ook om netjes de dijk weer te herstellen. Maar je ziet ook dat provincies, kennisinstituten en universiteiten er actief mee bezig zijn. Nou, je hebt automatisch ook adviesbureaus en aannemers nodig om al die manieren te kunnen testen. De zoogdierenvereniging is heel actief in het begeleiden of in het adviseren in dit soort dingen. Maar je ziet ook dat gemeentes, maar ook ProRail en allerlei instanties in het buitenland onderzoeken doen. En er zijn er nogal wat. Ik heb hier op een rijtje een aantal neergezet die op meerdere plekken zijn toegepast. En ik wil jullie meenemen in de ervaringen ervan. Alvast een waarschuwing vooraf, voordat er daar gevraagd wordt, wat is de meest optimale onderzoeksmethode? Ja, die is er nog niet. Er is nog geen methode die 100% toepasbaar is met 100% resultaat op elke waterkering in Nederland. Dus kijk hier vooral naar wat mogelijk in jouw situatie toepasbaar is. Ik heb er aardig wat teksten in de sheet staan. Heb ik mede ook gedaan, zodat je het als een beetje naslagwerk kunt gebruiken. Van nou, hè, waar ging die sonar ook alweer over? Of de warmtebeelden. Oh, dat past er geloof ik bij mijn gebied. Hiernaast zie je trouwens een plaatje van een bevergang. Die opengelegd is. Heel mooi alle hoekjes, kronkeltjes. Dat er geen rechte gang is die heel simpel te detecteren is. Nou, we beginnen eigenlijk bij grondradar. Het is een manier waarop de signalen worden uitgezonden in de ondergrond en die worden teruggekaatst. En op die manier kun je holle ruimtes detecteren. We hebben dat als AMA's toegepast, maar ook Huns en Aas heeft dat toegepast. En wat je ziet, je kunt het gebruiken om holle ruimtes te signaleren. Maar is die holle ruimte dan ook daadwerkelijk een bevergang? Je ziet op de foto zie je wat verstoringen. Dat kunnen verstoringen zijn door een holle ruimte van een bevergang. Maar het kan ook een boomwortel zijn. Het kan ook puin zijn wat bij de aanleg van je dijk in de dijk is aangelegd. Wij hadden zelf een aantal locaties waarvan wij dachten van nou, hè, hier, dit moet een bevergang zijn op basis van de foto's. En die hebben we nagegraven en het waren geen bevergangen. Dus dit is een methode die interessant zou kunnen zijn, maar er zijn ook nog best wel veel dingen die verstorend werken, zoals de boomwortels, zoals dikke kleilagen, hoge waterstanden of puin wat in de ondergrond zit. En daarnaast is het ook wel een bewerkelijke methode, want je kunt het moeilijk op hellingen toepassen. En je moet buiten in het veld, moet je het veldwerk doen en pas later ga je binnen de analyses doen. Dus je kunt ook niet gelijk erop acteren. Dus dit is eentje die mogelijk als jouw gebied geen kleilagen heeft, weinig verstoringen kent, dan kan het interessant zijn. Maar in veel keringen zie je toch dat er de omstandigheden zich niet altijd hiervoor lenen. Drenthe Overijsselse Delta heeft met een heel mooi woord de Remotely Operated Vehicle, de onderwaterrobot, getest. Nou, je ziet hem op het plaatje, hij zwemt er in het water aan een mooi touw. Het is een onderwaterrobot waar een camera en een sonar aan bevestigd is. En ze hebben op 3 plekken hebben ze toegepast langs de IJssel. En de eerste 2 plekken bleek het niet heel erg effectief te zijn. Dat kwam omdat het vrij ondiep was en troebel water. Nou, hij heeft ook wat schroefjes eronder die de bodem ook wat op kunnen woelen, waardoor het nog troebeler kan worden. En hij kan zichzelf vastvaren in begroeiing. Sona heeft ook moeite met begroeiing. Dus de eerste 2 plekken lukte het niet. Maar op de tweede plek, of op de derde plek is het gelukt om de bevergang die reeds bekend was, om die ook op te sporen. En met name de sona heeft daar het resultaat geboekt. En hij kon ook mooi de gang in. Dus je kon ook de gang zelf in beeld brengen. Dus dit is een methode die je kunt hem niet voor heel veel kilometers gaan gebruiken, maar je kunt wel in het veld gelijke resultaat zien. Dus als je een flink vermoeden hebt van hier kan een gang zitten,
Nou, dan is het een interessante methode om toe te passen. Maar ja, je hebt helder, relatief diep water nodig met een oever die vrij is van begroeiing. En die oever vrij van begroeiing, die zie je in best wel heel veel situaties dat je dat nodig hebt. Er is ook Sona net bij Drentse Overijse Delta toegepast, maar ook Huns en Naas is daar actief mee aan de slag gegaan. Zij zijn daar best wel enthousiast over. Hieronder zie je de kano waarop de beelden te zien zijn. Je kunt dus ook direct in het veld kijken, hebben we het vermoeden dat hier een beverhol zit, ja of nee? Ze hebben met verschillende sonarapparatuur geëxperimenteerd. En op het moment dat je kwalitatief goede apparatuur hebt met ook een brede bundel, dat was van groot belang, dan kun je tot op zo'n 70% van de oeverholen konden ze vinden. Nou, dat vind ik zelf eigenlijk een heel positief getal. Er werd aangegeven, nou, met de sonarapparatuur van de marine zou je nog betere resultaten kunnen behalen. Maar daar betaal je dan ook voor. Dus dat is even de vraag, hoe is de balans daarin? Je ziet weliswaar alleen het rechte deel van de gang. Jullie zagen net al het plaatje, zo'n gang gaat alle kanten op. Ja, je gaat niet alle hoeken en gaten ga je niet kunnen vinden. En het moet zo zijn dat je oever vrij is van begroeiing en het hol moet onder water zijn. Nou, en dat is dus van heel erg groot belang. Wanneer ga je deze inspectietechniek toepassen? Heb je de omstandigheden zo optimaal mogelijk dat je je oeverbegroeiing hebt gemaaid of dat dat niet aanwezig is om te kunnen doen? Dus dit was wel eentje waarvan ik zelf het gevoel had op het einde dat hier wel aardig wat muziek in zit. Maar wederom met randvoorwaardes. De warmtebeelden die hun CNA's hebben toegepast, die leverden heel weinig op. Er is een temperatuurverschil bij de ingang van het hol en de omgeving. Maar zodra de zon gaat schijnen, vervalt die temperatuurwisseling eigenlijk al. En kun je hem niet meer opsporen. Dus je bent dan afhankelijk van bewolkt weer. En ook zie je, doordat zo'n humuslaag best wel een isolerende werking heeft, je temperatuurverschillen dusdanig klein zijn, dat dit niet een hele effectieve methode is om toe te passen. En je hebt ook de 3D-scan, dit was er ook eentje. Wat ik aan informatie meekreeg, dat deze niet heel erg goed toepasbaar was voor de manier waarop ze hem hadden ingezet om de beverholen te detecteren. Met name omdat je vooral de onderwaterbodem ziet en daar wordt maar heel weinig van de oever in meegenomen. En je hebt toch echt de oever ook nodig om de beverholen te kunnen opsporen. En dit vond ik zelf een hele leuke. Het is namelijk een hele andere. Het is niet een apparaat, maar het is een hond. Om te kijken, kun je met speurhonden misschien wel bevergeuren opsporen, waardoor je niet alleen de beveractiviteit in de omgeving ziet, maar zouden ze ook geschikt zijn om die gangen te kunnen opsporen. Bij AMA's zijn we er nu mee bezig sinds begin dit jaar. We hebben bevergeur, hebben de honden mee getraind. Of in ieder geval, een mevrouw heeft dat voor ons gedaan. En wat je in mei zag, was dat ze de beverburchten heel succesvol konden vinden. Alleen bevergeur is natuurlijk best wel heel erg verspreid door het gebied heen. En is dat voor een hond te onderscheiden? Wanneer heb je het over knaagsporen? Wanneer is het een burcht? Maar kan die ook die gang opsporen, ja of nee? Daarvoor hebben we nu het gebied, zijn we nu mee bezig om ook daadwerkelijk de geuren in te graven. De resultaten zijn bij ons nog niet bekend, of dat daadwerkelijk lukt of niet. Maar ik vond het wel een hele out-of-the-box manier om eens te kijken naar beverholen. De twee linkerplaatjes zijn vanuit AMA's en de rechtse daar is van Huns en Aas. Daar kon ik nog niet zo heel veel informatie over vinden of dat ook succesvol was, maar wie weet kan er op de chat wat opgenomen worden. Ik kijk met een schuin oog ook naar de chat en ik zie speurwolven. Maar ik denk dat je die wolf niet eens hoeft te kunnen speuren. Ik denk dat hij hem sowieso wel wegjaagt. We hebben overigens in Brabant een wolf gehad. Maar dat was niet op een plek waar wij heel veel last hadden van bevers. En onze schaapshouders waren daar ook minder gelukkig mee. Dit is eigenlijk een heel algemeen plaatje. Er is bij de Hetwiegen en Prosperpolder in Zeeland, daar wordt een nieuwe dijk gelegd, waardoor er nu een dijk beschikbaar komt om eigenlijk helemaal kapot te testen. Hoe sterk is die dijk nou en wanneer mag die falen, ja of nee? En daar zitten ook vossenholen in. Nou, een vossenhol is natuurlijk geen beverhol, maar er wordt nu van alles aan gedaan om te kijken van hoe sterk is dat vossenhol. Er wordt een mal van gemaakt, ik begreep van ijs van Ludolf net. En er wordt ook gekeken, kunnen we bijvoorbeeld een beverhol van ijs maken en die in die dijk ingraven. Om hem na een paar maanden te kunnen testen. Hè? Hoeveel impact heeft dat nou?
Dus dit is iets, zodra je meer resultaten over zijn, is het ook heel interessant om te delen. En dit is ook een internationaal project waar 13 partijen mee bezig zijn. Samenwerking tussen België en Nederland. Maar ook Engelsen, Fransen zijn ermee bezig en ook allerlei kennisinstituten. En dan heb je natuurlijk altijd nog, ik wil hem als een soort van uitsmijter gebruiken, de visuele inspectie. Dat is toch de manier waarop heel veel waterschappen nu nog de gangen kunnen opsporen. Lopend, maar ook varend. Bij ons in het gebied is op een gegeven moment de stuw in Graven is aangevaren en toen zakte het Maaspeil in één keer. Nou, dat kun je niet simuleren. Daar hebben wij toen gelijk gebruik van gemaakt om te kijken van nou, zien wij op dit moment ook allerlei holen? Nou, dat was ook wel het geval. Maar op sommige plekken kun je het water wel bewust laten zakken. We hebben ook een kanaal. Nou, twee keer per jaar, als de waterhuishoudingen toelaat, laten we het peil zakken en gaan we samen met de muskusrattenbeheerders varen om te kijken wat zien we nou in die 20, 30, 40 centimeter die het water gezakt is. Ja, je kunt checken, maar dat hoef ik jullie waarschijnlijk helemaal niet te vertellen op verzakkingen, verraadsporen, uitspoeling, looppaadjes. Met een prikstok, neem hem altijd mee als je op inspectie gaat en leg de gegevens goed vast. Want op het moment dat je een bever uit die kering hebt gehaald, vorig jaar hebben we een bever op het Drommelskanaal eruit gehaald. En begin dit jaar zat hij 100, 200 meter verderop. Daar zat hij weer, ja, want die wil in zijn territorium blijven. En dat is ook een vraag die ik toen straks zag. Op het moment dat je een territorium hebt en je kunt de bever verleiden dat hij op een andere plek gaat zitten, dan is je dijk in één keer een stuk veiliger. Want dan heeft hij al een plek waar hij zich kan vestigen. En wat ik hier ook nog wel een mooi vond, die kwam bij Drentse Overijse Delta vandaan. Dus een schoorsteenveegset. Nou, ik heb hem nog nooit gebruikt in het veld. Maar Drentse Overijse Delta die past hem toe om als er een beverhol is ontdekt te kijken, hoe diep is die gang nou eigenlijk? Want met een schoorsteenveegset kun je wel de hoek om. Hè? En met je prikstok is dat toch een stuk lastiger, of met je meetlat. Dus ik vond het zelf een hele mooie, pragmatische methode. Dus wie weet kunnen jullie ook allemaal een schoorsteenveegset aanschaffen. En dan ben ik bijna op het einde gekomen van in ieder geval mijn verhaal. Dus dan ben ik heel benieuwd wat er op de chat allemaal gebeurd is. En we gaan ook de Mentimeter gebruiken. Maar er zijn dus eigenlijk veel technieken. En zoals gezegd, er is er nog niet eentje die 100% garantie geeft op het vinden van het beverhol. De technieken vragen om specifieke omstandigheden. Hè. Sommige die hebben geen begroeiing nodig. Anderen die moeten van bovenaf zorgen dat de temperatuurverschillen duidelijk genoeg zijn. Dus kijk op basis van de eigen kenmerken van jouw gebied welke techniek van toepassing is. En uiteindelijk ontkom je er niet aan om gewoon een combinatie toe te passen. Meestal van visuele inspectie, aangevuld door bijvoorbeeld die onderwaterrobot, omdat je weet en vermoedt dat er ergens iets zit. En mijn oproep is heel sterk, blijf onderzoeken en blijf het ook delen. Want dit is de manier waarop wij eigenlijk de kennis voor een heel groot publiek bekend kunnen maken. In plaats van dat ieder waterschap zelf met grondradar aan de slag gaat. En ja, wat moet er nog onderzocht worden? In mijn zoektocht naar wat is er allemaal, kwam ik al een heleboel vragen tegen. Een aantal dingen die zullen misschien ook al wel in gang gezet zijn. Maar glasvezeltechniek hoorde ik voorbij komen. eDNA, dat wordt bij muskusratten en bij beverratten al aardig toegepast. Zenders, de plaatjes zijn van hunzen en aas. Dus die hebben al een keer een bever gezenderd. Om te kijken wat levert dat aan kennis op en wat kun je daar gebruik van maken in jouw manieren om er in het beheer mee om te gaan. Maar ook geuren, geluid, die drijvende hoogwater, vluchtplaatsen, nou, daar zijn we toen straks al kort op ingegaan. Maar ook moeten we de herstelmaatregelen beproeven. Wij graven nu elke keer de bevergang helemaal na en dat zie ik bij meerdere waterschappen gebeuren. Maar wie weet zijn er ook andere technieken die misschien nog wel veel sneller of kostenbesparender zijn of minder impact hebben op de kering zelf. Dus dit waren voor mijzelf in ieder geval vragen. En wie weet dat de STOA of Rijkswaterstaat, of de STOA, de ZIT Rijkswaterstaat, dat kunnen oppakken. Of misschien hebben jullie daar zelf al wel ervaringen mee. Dus waar ik eigenlijk op over wilde stappen, is of we kijken heel eventjes naar de chatvragen. Ik zie hoe worden de meeste holen gevonden in de praktijk. Misschien is dat wel een goede Sjaak. Zou jij daar wat over kunnen vertellen hoe dat bij ons gaat? Nou, bij ons is het over het algemeen zo dat als je ze weet te zitten, dan kun je het in de gaten houden. Maar we zijn nog steeds verrast door nieuwe locaties waar je ze niet eerder vermoed hebt.
als straks met film maar over dat we een stukje willen gaan rooien. Overhangende takken, zeg maar, vanuit een waterloop. Waarvan wij dachten van, er zit niks. En Vilma zegt, dat is een aandachtsgebied. Daar moet je wel rekening mee houden dat daar bevers zitten. Dus dat soort dingen kom je ook tegen. Het blijft steeds verrassend. Drongelens kanaal weten we dat hij zit. Hij zal het niet gaan. Dus het is wachten op de volgende schade. En dan kunnen we weer gaan herstellen. Je moet eigenlijk vanuit gaan dat als de oever geschikt is om in te graven, gaan ze er uiteindelijk graven. Ja. Dus eigenlijk net zoals met dassen. Dassen hebben ergens locaties waar ze een hoofdburcht hebben en ze hebben bijburchten. Maar zo'n waterkering is heel interessant voor ze om ook nog eens een keer een vluchtpijp in te graven. Ja. Dus dat gaan ze doen. En dat is met geschikte oevers net zo voor de bevers. Dus die kwetsbare plekken, die moet je echt anders maken. En tegelijkertijd moet je andere plekken die niet kwetsbaar zijn, inrichten zodat ze daar een gang kunnen gaan. Ja. En zo verlaag je de druk. Ja. Dan ga ik even door naar de Mentimeter. Jullie kunnen de code invullen. En dan heb ik een aantal vragen voor jullie. Even kijken. Dan moeten we denk ik overschakelen op een ander scherm. Is er beveractiviteit in jouw gebied? We hebben al een flink aantal mensen hebben hem al ingevuld. Ik zie inmiddels dat er 19 mensen hebben gezegd dat er beveractiviteit in het gebied is. Ik verwacht eigenlijk dat er nog wel meer mensen zijn die daar ervaring mee hebben. Maar ook inderdaad een aantal die aangeven, nou, we hebben hem nog niet. Met de verwachting, zoals Vilmar al aangaf, dat hij zeer waarschijnlijk daar gaat komen. Het is in ieder geval duidelijk dat heel veel van jullie hebben al de bever in jullie gebied. Nou, dat is zeer waarschijnlijk ook een van de redenen om aangemeld te hebben. Mocht je meedenken en invullen en je zit niet bij een waterschap, kijk gewoon naar je eigen omgeving. Want dan kun je er hartstikke makkelijk over meepraten. Misschien is het goed om dan de volgende vraag in beeld te brengen. Wat zijn de effecten van bevers op de kering in jouw gebied? Dus welke ervaringen heb je al? Het is een open vraag. Dus ik laat heel eventjes het jullie invullen. Sjaak, misschien zou jij kunnen vertellen over de ervaringen die je hebt met bevers. Wat voor effecten die bij jou op de keringen hebben? Ja, we hebben kleidijken en zanddijken. Bij de zanddijken zie je dus dat die vanuit het werkpad, van onder het werkpad door de dijken gaat. En dan hebben we tot twee keer toe al een bijna ongeval gehad met een maaivoertuig. Daar zie je relatief snel dat die inzakt. Bij de kleidijken hebben we tot nu toe 2 jaar geleden meegemaakt dat hij vanuit de waterkant steil de talud inging. We wisten niet dat hij daar zat bij een woonwijk. En vervolgens zie je dat de wegberm in één keer inzakte met regenvallen. Dat er dus water vanaf de dijk in de berm kwam. En toen ontstond er ineens een gat van ruim een vierkante meter en een halve meter diep. Toen zijn we ook vrij snel gaan nagraven. En dan zie je dus dat er één pijp van beneden naar boven was met 5 nestkamers erbij. Waarvan die bovenste dus aan het inzakken was. Was ook nog op een heel drukke weg waar veel vrachtwagens reden vanaf een meelfabriek. Dus daar was het risico echt heel groot. En dat is ook dezelfde dag hebben we dat aan kunnen pakken. We hebben daar met de provincie hebben we kort kunnen sluiten dat de machtiging die wij hebben, dat we die daar konden gebruiken, terwijl het eigenlijk net buiten de kering lag. Maar omdat het een gemeentelijke aangelegenheid was, heeft de provincie toch gezegd, gebruik jullie machtiging, dan kun je dezelfde dag aan de gang. Zo niet, dan kan het weken tot maanden duren voordat je aan de gang kunt, omdat er eerst onderzoek gedaan moet worden. Daar zit ook echt een verschil in. Op het moment dat je bij een beverprotocol aangesloten bent, kun je veel sneller handelen dan wanneer dat niet zo is. Ja, maar bij een calamiteit kun je natuurlijk altijd ingrijpen. Gelukkig is dat nu toe nog nooit echt gebeurd. Maar dat kan een keer gebeuren. Maar dan kun je dus gelijk ingrijpen als het echt moet. Ik zie een aantal dingen naar voren komen. Heel veel graafschade en holen. Ik zie ook wel een interessante beheer- en onderhoudsproblematiek. Is er iemand die dat wil toelichten? Wat voor problemen er dan op je pad komen? Degene die hem heeft ingediend, zou die dat kunnen toelichten? Ik ben Thijs Maas, ik werk bij Rijkswaterstaat. Sinds 1 juni ben ik bij de organisatie aan de gang.
En hierbij hebben wij dus ook de problemen met, ik doe dus beheer en onderhoud van onder andere keringen, oevers. En wij merken dus vaak dat wij bij het onderhoud en beheer ervan, dat niet alles inzichtelijk is. Dus op het moment dat we dus, we kunnen bijna alleen maar relatief even onderhoud plegen. Meer ook omdat je niet zo specifiek is op sommige gebieden, dat het lastig is om een groot plan over te maken. Loop je er ook tegenaan dat je voor het huidige beheer en onderhoud risico's ziet? Dat graaf- of maaimachines wegzakken of dat je dingen al anders inricht? Dat heb ik zelf nog niet meegemaakt. Alleen, dat is natuurlijk, best wachten natuurlijk op dat het een keer gebeurt. Maar er zijn bijvoorbeeld specifieke gebieden. Ik werk dan in Zuid-Nederland-Midden. Dus dat is eigenlijk vanaf Den Bosch tot aan de Belgische grens en dan van de Limburgse grens tot aan onderbij Tilburg. Dat daar natuurlijk, we hebben het er geregeld over, alleen dat is een vrij groot gebied, maar eigenlijk specifieke oplossingen gemaakt moeten worden. Zijn er andere waterschappen die al in hun bestekken of maaiovereenkomsten hier rekening mee houden of er iets in hebben opgenomen? Misschien wil iemand daarop reageren? Nee? Nou, dan is dit nog een goede vraag die misschien op een ander moment gesteld kan worden. Ik stel voor om naar de volgende vraag toe te gaan. Wat kunnen jullie er als beheerders aan doen aan de graverij die jullie nu ervaren en de beverschade? Iedereen driftig tikken. Reactief, dat is eentje die wel bekend voorkomt. Preventief is ook best wel wat te behalen. Gewoon zorgen dat de oever vrij is van begroeiing. En we hebben sommige plekken al gaas ingegraven. Is het haalbaar om plekken vrij te houden van begroeiing? Ja, toevallig nu met natuurmonumenten best een groot traject schoongemaakt. Waarvan natuurmonumenten in eerste instantie dacht van dat is niet nodig. Maar ze schrikken ook van de meters overhangend hout en begroeiing die er nu zit. Waardoor er dus nu een hele waterloop met oude meanderingen vrijkomt. En nu zie je weer wat er zit. Dus dat is wel degelijk effectief. Misschien nog wel een beetje onderbelicht blijft, wat beheerders zouden kunnen doen, is ook hun onderhoudsmedewerkers informeren over het gevaar dat ze lopen bij maaiwerkzaamheden, dat ze kunnen wegzakken. En misschien is het ook wel verstandig om die mensen eens te informeren. Je kunt niet alles herkennen, alle risico's, maar soms kun je dingen wel herkennen. Soms zijn er al inzakkingen in het veld. Als een maaimachinist daar niet mee vertrouwd is, dan zal die gewoon doorrijden. Zo van, er zit een inzakking in de vegetatie. Maar je zou ook dat soort mensen eens kunnen informeren van, goh, als je een gesloten vegetatie hebt en je ziet daar een gat in, dan zou het nog eens kunnen zijn dat daar een instotting is. Dus je zou als beheerder ook je personeel daarop kunnen voorbereiden van, goh, let op. Als je dat soort situaties tegenkomt, rij je niet overheen, maar ga even kijken desnoods. Ja. Want je loopt gewoon het risico dat de boel omdondert en het water eindigt met de hele zooi. Ja, ik zie dat inderdaad hier ook wel een aantal keer terugkomen. Het kennis opbouwen, het monitoren, het vastleggen van de schades die je al hebt. En op het moment dat je dan in zo'n omgeving zit, dan kun je ook wat breder kijken, want als de bever op één plek zit, zal die waarschijnlijk in die omgeving ook blijven zitten. Ja. We proberen zelf ook veel met de muskusrattenbestrijders samen te werken, omdat die heel veel zien in het veld. En daar ook dusdanig veel kijk op hebben dat ze de bever er eigenlijk automatisch bij bekijken. Alleen is altijd wel de discussie, hebben ze eigenlijk tijd en voldoende geld om dat ook te mogen doen? En daar lopen binnen Brabant nog wel discussies over. Ik zag ook een aantal voorbij komen met beverprotocol opstellen en ook al preventief beverprotocol hebben. Nou, ik denk dat dat wel mooi is, dat doordat de bever op een verschillend aantal plekken in Nederland actief is, dat je ziet dat de omgeving die er nog niet zoveel last van heeft,
er al wel bewust van is dat die gaat komen. En dat je er ook wat mee moet. Dus ik zou eigenlijk willen zeggen om de volgende vraag naar voren te laten komen. En dat is, wat acht je het meest kansrijk? En daarmee bedoel ik eigenlijk, ik zie dat ik een woordje ben vergeten, welk onderzoek acht je het meest kansrijk? Dus wat zou voor jouw gebied goed toepasbaar zijn aan onderzoeksmethodes? En ik krijg ondertussen ook de vraag via de chat, is er een studiedocument beschikbaar waar al deze technieken beschreven worden? Er is nog niet één vaste plek daarvoor, maar daarvoor komt de cliffhanger in één keer steeds dichter in de buurt. Dus daar komen we nog op terug. Je ziet ook inderdaad wat de beste methode is om bevers te weren. Dus dat is eigenlijk een onderzoeksvraag waar we nog meer van moeten weten. Je ziet dat nu op heel veel plekken wordt er graas ingegraven of wordt er gekeken naar inrichtingsplannen of wordt er hersteld door het af te graven. Volgens mij is er nog niet één optimale methode daarvoor gevonden. Ik zie onderzoek naar hoogwatervluchtplaatsen. Nou, daar werd Filmer ook enthousiast van, dus misschien is dit wel een match. Als we even kunnen achterhalen wie deze heeft ingevuld. Bevers niet toestaan in een boezemgebied. Dat is misschien ook wel de situatie waar Filmer aan naar verwees. Van, goh, op sommige plekken wil je misschien helemaal niet hebben. Degene die dit heeft ingevuld, zou misschien wat kunnen toelichten? Nee. Want wie heeft er ervaring? Bij Hunze en Aas zag ik met bevers in boezemgebied. Misschien ook dat er andere waterschappen zijn met... die komt ook uit Hunze en Aas gebied, ja. Maakt dat de problematiek nog moeilijker, een boezemgebied, dan een grote rivier? Ik kijk ook even naast me. Nou ja, dat kan natuurlijk wel, maar ja, het staat of valt met hoe dat boezemgebied is opgebouwd. Als het geschikt is voor bevers, kijk, als er nergens houtige begroeiing staat die de bevers eten, ja, dan is het probleem natuurlijk niet zo groot, want wat zouden ze daar dan moeten zoeken? Maar bedenk daar dan wel bij dat bevers kilometers kunnen zwemmen. Dus dan moet je ook een soort bufferzone hebben. Maar als het gebied is waar veel wilgen of populieren of berken staan, ja, dan kan het wel risico's opleveren. En dan ligt het helemaal aan wat voor polder je zit, of daar een grote stad is of niet, of dat risico groter is dan in het rivierengebied. Maar ik denk dat het eigenlijk vrij vergelijkbaar zal zijn qua risico's. Het is wel mooi, want je ziet dat er een aantal die reageren van nou, een nul situatie kun je niet halen, dat er geen bevers zijn. Een aantal zeggen het is wel een oplossing. Er werd net gereageerd, misschien kan daar iemand wat over zeggen? Nou, ik heb van onze muskenratbeheerder begrepen van, we hebben er dan eentje ergens bij ons, ergens bij een plas zitten. Dat is nog niet direct bij een regionale waterkering. Maar goed, als je begint te graven, ja, dan is die zeg maar, bij een regionale waterkering natuurlijk... Ja, veel sneller door een dijk heen dan bij een primaire waterkering. Dus vandaar heb je daar wel een groter risico, ja, mits de omstandigheden daar dan ook goed voor zijn. Dus ik heb dan nog niet het gevoel van hoe nijpend dat risico in ons gebied wordt, zeg maar. Ja, ja, is het daarmee eigenlijk niet te klein? Ja, Mario? Ja, mag ik daarop reageren? Ik ben heemraad dijkveiligheid en woonachtig en gebiedsheemraad op Goeree Overvlak heen. En ik hoorde dat wij ook bevers hadden en inmiddels is dat in die anderhalf jaar tijd zijn er 20 burgten geteld. Nou liggen wij, zoals bij iedereen bekend, rondom in het water en gevoelsmatig worden het er steeds meer. En we hebben heel veel Natura-gebied. En wij kunnen er niks mee. We mogen ze niet vangen, we mogen ze eigenlijk niet eens verplaatsen. Als er een burg zorgt voor wateroverlast bij bewoners in het gebied,
dan wordt het waterschap zeg maar aansprakelijk gesteld voor de schade. Maar we mogen niks aan die burg doen van de natuurgebieden. Dus het is hier wel een probleem aan het worden. Ja, dat klinkt alsof er behoefte is. En ik heb geen oplossing. En ik heb ook nog niemand gevonden die daar nou eens een oplossing voor heeft. Dus maar, bij deze. Het is niet zo dat je niets kunt. Ten eerste moet het natuurlijk al wel duidelijk zijn dat er een probleem is. Nou, als ik u goed begrijp, dan zijn er af en toe problemen. Maar dan moet er gekeken worden wat precies het probleem is. En dan moet er gekeken worden wat een oplossing zou kunnen zijn. En dat kan dan doorgesproken worden met het bevoegd gezag. En ja, tot nu toe komen we er dan altijd wel uit wat we kunnen doen. In hoeverre is er bij Zeeland al een beverprotocol waarin handelingsperspectieven worden geboden? Zuid-Holland. Nou, daar is een heel mooi protocol voor. We hebben het protocol. Alleen tot onze verbazing, ja, ik heb er ook foto's van. Naarmate nu de vakantiegangers weg zijn, die beesten zijn gewoon tam geworden in de afgelopen vakantieperiode. Ja. Het is gewoon in bepaalde gebieden heel eng. Ze lopen achter mensen aan. Zo. En ik ben geschrokken van de foto overigens van die beesten. Ikzelf, maar met mij meer. Maar we hebben er echt heel veel. Dus we zijn er op dit moment met de heren van de organisatie naar aan kijken. Wij hebben ook mollen en we hebben ratten. Dus we hebben vangers om dat te monitoren. En ik hoop daar eind van het jaar resultaten hebben van hoeveel burgers er nu geteld zijn in het gebied. En dan, ja, dan moet daar echt wat gaan gebeuren, denk ik. Ja, ik merk bij ons dat we best wel vaak actie kunnen ondernemen wanneer duidelijk is dat de dijkveiligheid in het gedrang is. Maar dat is het niet. Ze zitten net daar te ver vandaan nog. Hè? Nog. Ja. Maar ook bij andere problemen, als het echt serieuze problemen zijn, is er wel wat te doen. Mm-hmm. Alleen dat, ja, je moet altijd even een analyse maken van wat nu precies het probleem is en wat oplossingen kunnen zijn. En mijn ervaring is eigenlijk in heel Nederland dat er in overleg met het bevoegd gezag, hè, dus met de provincies, toch altijd wel oplossingen te vinden zijn. Ik zag in ieder geval ook een reactie terugkomen: als de bever tam is, dan valt hij niet meer onder de natuurbeschermingswet. Dus wie weet is dat ook een oplossing. ik wil even door naar de... We maken ze tam. Ah, dat lukt aardig, begrijp ik. Gezien de tijd wil ik eigenlijk door naar de laatste vraag en dan ronden we af met nog een mooi filmpje. Dus volgens mij is er nog één vraag. Waar zou praktijkonderzoek zich naar bevers nog meer op moeten richten? Nou, als jullie daar nog even op kunnen reageren, dan nemen wij dat mee met de STOA om te kijken wat voor onderzoeken zijn er nog meer, waar is nog meer behoefte aan en welke kennis kan er opgedaan worden. En dan denk ik dat ik het woord weer eventjes overgeef aan Ludolf. Of kom je op het einde weer in beeld, Ludolf? Nee. Op het einde. Dan denk ik dat we zo een filmpje gaan instarten. Ik geef jullie nog even 1 minuut om wat praktijkonderzoek in te dienen. En dan gaan we naar een filmpje kijken. Ik zie hier het lokaliseren van holen en gangen. Financiële schade in beeld brengen. Nou, dat is misschien ook wel een mooie waar nu met de waterschapsspiegel invulling aan gegeven gaat worden. Laat een bever zich verleiden tot een prefabburcht. We hebben ooit een das verplaatst, 2 jaar geleden bij AMA's. En daar hebben we een prefabburcht voor gemaakt. Met gresbuizen en nestkamers. 30 bij 40 meter was het ding. Met bult en al. We hebben er een hek omheen gezet. En die heeft er 2 maanden gezeten. Nou, toen vochten ze elkaar de tent uit. Die we hadden afgevangen. Ze hebben een gat in het gaas gemaakt. En toen zijn ze weer het natuurgebied ingegaan. En ze hebben een paar 100 meter verderop een eigen nieuwe burcht. Dus als je er een goed hek omheen zet, dan wil het misschien lukken. Maar ik stel voor dat we even naar het filmpje gaan kijken. Want nou komt eindelijk de cliffhanger.
Vanuit STOA ondersteunen wij het oprichten van het kenniscentrum Bever. Komt-ie, vangen. Ah, Robin, dank je wel voor het doorpassen van de bever. Ook wij vanuit de STOA ondersteunen de oprichting van het kenniscentrum Bevers. Ik paas nu door naar Twan Morel van Rijkswaterstaat. Bedankt, Ludolf. Sorry dat ik er niet persoonlijk bij kan zijn. Maar ik wens het nieuwe kenniscentrum Bever alle succes toe. Ik geef deze bever nu graag door aan de zoogdiervereniging. Dankjewel, Twan. Ik ben Else Polman van de zoogdiervereniging en wij doen heel graag mee met het kenniscentrum Bever. We willen heel graag draagvlak creëren en behouden voor de bever, zodat we op een duurzame manier kunnen samenleven. En we zijn heel blij dat ook de provincies bij willen dragen aan het kenniscentrum Bever, zodat we dit echt samen met z'n allen kunnen gaan doen. Michel, komt-ie! Dankjewel, Else. Ik ben Michel van den Boogaard van ProRail. En vanuit ProRail dragen we graag bij aan het kenniscentrum Bever, omdat we er een belang bij hebben. Dat er geen bomen vallen in het spoor door geknaag of treinen ontsporen door gegraaf. Dolf, doen jullie ook mee? Michiel, dankjewel. De Unie van Waterschappen is blij met de oprichting van het kenniscentrum Bevers. De waterschappen hebben steeds meer overlast van graverij door bevers in dijken. Hanneke van Waterschap A en Maas en collega's, succes ermee. Kijk eens. Dankjewel, Dolf. Dit is dus eigenlijk de plek, het kenniscentrum Bever, waar alle kennis die opgedaan wordt in Nederland bij elkaar komt. En ik vind het ontzettend mooi dat dat gaat lukken. Het gaat nu opgezet worden. En dan hoeven we ook niet meer ontzettend veel kennissessies waarin we meerdere keer hetzelfde vertellen. Nee, dan hebben we straks een hele mooie plek waarop heel veel kennis beschikbaar is. Wat we bij kunnen houden en wat we kunnen gaan vullen met alle onderzoeken die net gesuggereerd zijn en waar we dus mee aan de slag kunnen. Kunnen we dan gaan ontsluiten. Dus veel mag. De zoogdierenvereniging mag ermee aan de slag. Dus hier komt hij aan. Ja, dankjewel Hanneke. Ja, Else, mijn collega, gaf het aan. We zijn er heel blij mee dat het gaat lukken om het kenniscentrum op te richten. Men is ook even gevraagd om een beetje uit de doeken te doen waar je aan moet denken bij het kenniscentrum. Dat kenniscentrum, het idee is om dat in een website in te pakken. En op die website zal dan alle informatie die er over bevers beschikbaar is, samengebracht worden. Het is een openbare website. Dus iedereen, boeren, burgers, buitenlui, maar ook jullie, de professionals die met hun werkzaamheden met bevers te maken krijgen, kunnen daar dan informatie uithalen. Je moet daar aan hele basale informatie denken, aan de biologie, de ecologie, de verspreiding. Maar ook de verschillende probleemvelden, hè? Dus ook wat ik liet zien aan mogelijke oplossingen. Inhoud van dat voorbeelddocument van Rijkswaterstaat zal daarin komen. En zo kan voor iedereen, wordt dat openbaar. Het idee is ook om uiteindelijk daar ook zaken aan toe te voegen als bijvoorbeeld cursussen. Dat mensen cursussen kunnen volgen over bevers. Dat kunnen hele algemene cursussen zijn, maar er kunnen ook verdiepende cursussen zijn van hoe los je problemen die bevers veroorzaken op. En ook voor de waterschappen en Rijkswaterstaat is dat denk ik heel erg interessant. Nogmaals, we zijn er ontzettend blij mee dat dit gaat plaatsvinden. Het zal ook een levend iets zijn. Zal met enige regelmaat aan jullie gevraagd worden of jullie nog nieuws hebben, bepaalde zaken. Dat kunnen we dan ook weer verwerken op die website. Dus het wordt een website van ons allemaal en door ons allemaal. En dat lijkt me hartstikke goed. Dus we gaan ermee bezig. Wij komen nu een beetje tot de afronding van... Aan zich vond ik het zelf heel geslaagd, maar ja, dat is een beetje arrogant om dat te zeggen. Dus dat moet ik eigenlijk bij jullie doen. Ik was in ieder geval heel erg blij dat we waren bij elkaar iets van 70 mensen. Dat is een fenomenaal aantal voor een webinar. Ik ben daar heel blij mee. Er zijn er ook heel veel blijven hangen tot het eind. Dat geeft meestal aan dat het ook dan nog wel... dat ook de inhoud heel goed was. En ik denk dat... aan mijn linkerkant Hanneke en Vilmar, maar ook Sjaak daar uitermate aan bijgedragen hebben om het een
Heel mooi. Dus ik wil even van jullie allemaal virtuele handjes zien, klapbewegingen en activiteiten, wakker worden en andere dingen voor het geheel. En wat jullie niet kunnen zien en wat ik wel hier kan zien is, we doen dit niet helemaal zo staande voor de blauwe lucht. Babette Veerbeek van Waterprof heeft ons ondersteund met de Zoom en de chat. En van H2O Video Stefan Vlos en Lodewijk. Misschien kan je ze even indraaien, Stefan, Lodewijk. En even vriendelijk lachen naar de camera en zo. Dus dat is allemaal. En wat, het is echt gewoon een prestatie van je wels om het zo te doen. Ik vond het echt hartstikke leuk. Ik vond ook die teaser, Hanneke, zoals je hem gemaakt hebt met het kenniscentrum, dat je het al een hele tijd geleden aangekondigd hebt. Dat is echt, ja, vond ik, werd ik heel blij van, zeg maar. En ik ben ook sowieso heel blij met de oprichter van het kenniscentrum Bever. En volgens mij, Bart Vonk is hier nog steeds aanwezig. En op 29 oktober komt jouw webinar Droogte. Bart, wil jij dat nog een klein teasertje doen, live, niet voorbereid, spontaan? Of denk je van, nou, daar heb ik geen zin in. Bart? Nou, Bart heeft er geen zin in, denk ik. Dus vandaar. Maar goed, blijf staan. 29 oktober, same place, same time gaan we het doen. En voor degene die nog iets met kleine, schattige rode rivierkreeftjes willen meemaken, morgen van 10 tot 11 opgeven via de Unie-website, dat is hem. En zoals beloofd, wij gaan alle sites, alle chats langs en de Mentimeter. En jullie krijgen een mooi verslag, zowel schriftelijk als in beeld en geluid. Ik dank jullie allemaal. Ga lekker een kopje koffie, thee of iets anders en geniet van de rest van de dag. En ontzettend bedankt voor jullie aanwezigheid. Bedankt.